denk dat we allemaal heel trots kunnen zijn op deze gedragscode. Het is een belangrijke en fijne gedragscode om te ondertekenen. Dus ik denk dat we daar trots op kunnen zijn inderdaad. Zo'n 50 studentenverenigingen zetten vandaag hier een handtekening. Want het is bij verschillende verenigingen wel eens misgegaan. Maar vanaf nu mogen de volgende zaken niet meer gebeuren. Geen grensoverschrijdend gedrag, overdreven middelengebruik, een veilige omgeving voor iedereen. Ik denk dat we zeker als studentenvereniging natuurlijk midden in de maatschappij staan en dat het daarom ook juist heel belangrijk is dat je met z'n allen nadenkt over de problematiek die we hebben binnen de maatschappij en gewoon algeheel. We zijn een weerspiegeling van de maatschappij, dus daarom vind ik dat we dit moeten ondertekenen. Toch waren studenten al een tijdje druk bezig om deze veilige situatie binnen de vereniging te creëren. Het is belangrijk dat je de nieuwe generaties dit probeert te implementeren. Dus eerstejaars en tweedejaars. We hebben dat afgelopen jaar al gedaan door een voorstelling georganiseerd door de universiteit bij te wonen. Die verplicht was voor alle eerstejaars. En die ging over safe space. Dus hoe je een veilige werkomgeving kan hebben. Een veilige omgeving bij je vrienden. En hoe je het ook kenbaar kan maken. Of op iemand af durft te stappen wanneer dat je grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld ziet. Ja, wij hebben al sinds de afgelopen 2 jaar hebben wij een vertrouwenspersoon, meerdere vertrouwenspersonen. Die actief bezig zijn met benaderbaar zijn voor alle leden. Al met al gewoon een dag om dat imago van de studentenvereniging in Nederland een beetje op te kalefateren vandaag. Ja, op te kalefateren, ja, nee. Ik denk dat we ons altijd wel van de goede kant laten zien, maar dat gewoon heel vaak niet gezien wordt. En nu is het gewoon belangrijk dat we laten zien waar we al jaren mee bezig zijn en dat het ook publiekelijk erkend wordt.